Goedemorgen allemaal. Ik heb de live al aangegooid. Alleen ik gooi net mijn glas water over mijn bureau. Dus ik ben nog heel even een beetje iets aan het droog maken. Maar ik dacht, anders gaan jullie mij zoeken. Dus ik zet hem wel vast aan. Oh, oh, oh. Er is wat, hè. Dat moet je ook gewoon niet doen. Goedemorgen. Het is hier een natte bende. Gelukkig is het maar water. Zo. Nou. Even het een en ander aan de kant. Goedemorgen. Gezellig dat jullie er weer zijn. Voor degenen die het niet hadden gehoord. Ik ben heel even mijn bureau aan het droogmaken. Want... ik gooi net mijn glas water om. Heel handig. Kan gebeuren. Ik doe heel even een oplader aan de kant. Want als die de hele tijd in het water ligt, dat is niet goed. En dan zijn we zover. Goedemorgen allemaal. Hallo. Nou, het is weer woensdagochtend. Nou, inmiddels weten jullie denk ik wel dat dat mijn standaard ochtend is. Om gezellig live te komen. Zo, even die kabel aan de kant. Want ik hou er niet van als kabels in het water liggen. Zo. Dat is dat. Nou, de meeste... bekende namen zie ik al voorbij komen. Zelf ook even opzoeken. Nou, hadden jullie ondertussen even tijd om mij op te zoeken en mij te vinden? De meesten hebben mij denk ik al wel gevonden. En dan gaan we zo lekker van start. Het is volgens mij nog relatief rustig. Even kijken. Goedemorgen. Knutselpauze. Ik zag je net een... ik denk dat het Anneke was. Ik weet even niet wat je schreef. Maar iets over een folio. Kan dat? Zo. Nou, een zeil is weer schoon. Heb ik geluk dat geen koffie of thee of zo was. Of iets zoets. Dat was helemaal erg geweest. Zo. Oh, met de workshop denk ik dat je bedoelt. Oh, nu weet ik wat je bedoelt. Ja. Oh, wat leuk. Met welk papier ben je hem aan het maken? Ik ben heel benieuwd. Zo, ik ben weer paraat. Nou, sorry voor het onrustig begin, maar ik dacht als ik die hele plas water op mijn bureau laat liggen... dan gaat dat dadelijk waarschijnlijk mis. En dat is jammer als ik daar dan vervolgens mijn mooie designpapier in leg. Nou, ik heb niet al jullie reacties kunnen lezen. Dus als ik iets heb gemist, ik geef even een seintje. Nou, ik zie al dat er een aantal aan het kijken zijn die op het werk zijn. Dat weet ik toevallig. Dus, oh, oh. Voor mij natuurlijk heel gezellig. Net op tijd moest e-learning doen voor werk, maar systeem blijft hangen. Nou, Stephanie, dan moet het zo zijn, denk ik. Hè? Dan kun je gewoon gezellig met mij meekijken. Hé, wat wilde ik vandaag gaan doen? Ik heb uiteraard de Victorian Dreams klaargelegd. En ik dacht, vandaag gaan we gewoon eens lekker aan de slag met een leuke kaart. Met een eenvoudig model.
in de live van de online demo dag op 10 februari. Toen heb ik ook eigenlijk een relatief eenvoudige slimline model gemaakt. En die is echt heel vaak door jullie gemaakt en ook weer geplaatst. Superleuk om dat te zien. Dus ik dacht, dat gaan we vandaag ook doen. Ik heb al heel wat voorgesneden, zodat we niet de hele tijd naar het snijden moeten kijken. Maar de basis ga ik wel heel even met jullie snijden, zodat je gewoon ziet hoe het snijden en rillen gaat. Dus ik leg heel even die mooie plaatjes aan de kant. En dan gaan we lekker starten. Zo. Oh, Anneke gaat met de Vintage Christmas werken. Moet alternatief zoeken voor het stiekje. Oh, als ik met ze mee kan denken, dan inderdaad een magneetje zou kunnen. Maar een knoopje of een Japanse sluiting zou eventueel ook kunnen. Laat maar weten als ik met je mee kan denken. Goed, we gaan vandaag werken als basis met de Ivory. Nou ja, dat is natuurlijk mijn favoriet. Ik heb op het lijstje ook zowel de verpakking met 20 stuks als die van 100 gelinkt. Ik heb die altijd in huis. Ja, ik vind dat gewoon heel fijn om dat altijd op voorraad te hebben. En we beginnen met een stuk van 24 bij 17 centimeter. Dus die ga ik even snijden. En die andere kleine stukjes, die heb ik hier al gesneden klaar liggen. Ja, die is eigenlijk ook, maar die heb ik al gerild. Dus het is wel leuk als jullie dat kunnen zien. Maar wat ik al zei, het is heel eenvoudig. Maar eenvoudig kan soms ook leuk zijn, toch? Oh, Monique moet naar de kapper. Leuk als je terugkijkt. Fijne dag vandaag. Dus we hebben 24 centimeter bij 17 centimeter. En ik leg de 24 zijden aan de kant van mijn liniaal. En die gaan we een aantal rillijntjes geven, namelijk op 12. Volgens mij was Stiets aan het kijken. En Mirjam weet ik niet of die ook aan het kijken was. Maar ze zaten mij van de week een beetje te plagen, omdat ik per ongeluk mijn snijmesje had gebruikt, terwijl ik wilde rillen. En dat is, ja, overkomt me eigenlijk nooit. Dus ik ga er nu extra op letten. De volgende rillijn is op 18. En dan hebben we dit. Zeventien hoog bij 24 breed. Eén rillijn op 12 en die andere rillijn op 18. Dus je hebt één stuk van 12 breed en je hebt twee stukjes van allebei 6. Ja, iets kleiner omdat die rillijn natuurlijk eraf gaat. En die gaan we even vouwen. In eerste instantie vouw ik hem op deze manier dubbel. En dan doe ik deze, de rechte kant, naar links terugvouwen. En dan hebben we dit. Ik zet hem even neer. Even kijken. Zou je kunnen laten zien hoe je een strikje maakt voor op een kaart? Ja, er is inderdaad een strikjesmaker. Ik kan ook laten zien hoe ik het doe, maar ik doe het weer anders dan anderen. Het is een beetje persoonlijk. Ik doe twee lussen maken en die lussen haal ik door elkaar. Als ik een los strikje maak, dan krijg ik hem vaak mooier. Maar ik zal straks proberen of ik in de lucht even een strikje kan maken, dus jullie het goed kunnen zien, want dat is vaak de uitdaging. Dan hebben we dus dit. Nou, dan heb ik nog een stukje kartstok nodig en die had ik al gesneden. Van 9 bij 15. Kijk. 9 breed bij 15 hoog. En die gaan we op deze manier strakjes erop maken. Nou, ik had daar even zo'n tijdelijke tape achter geplakt, zodat ik het jullie kon laten zien. En dan is dit eigenlijk de basis van ons modelletje. Dat was mijn ideetje. Even kijken. Ja, het papier doormidden. Ja, stom hè. Nou, het erge was, ik had een stukje waarbij ik tape aan de verkeerde kant had geplakt. En ik had die gewoon kunnen gebruiken, want er komt nog niet zandpapier overheen. Maar zo perfectionistisch als ik dan ben, dacht ik, ik doe gewoon even een nieuw stukje maken. Dat vind ik dan toch fijner, want dan is hij goed. Ja, en toen ging ik rillen en toen ging ik dus alsnog de mist in.
Ach ja. Je moet gewoon niet te veel tegelijkertijd doen, hè? Deze leg ik heel even aan de kant. Want ik had namelijk ook al mijn designpapiertjes al gesneden. En met gesso bewerkt. Dus die ga ik even pakken. Want ik dacht, dat is wel handig. Want dan hoef ik niet zoveel dat snijmachientje te pakken. Zo. Ik had ze al even allemaal bij elkaar gelegd. Dus er zit van dat tijdelijke tape op. Ik zal zo even laten zien hoe dat werkt. Ik dacht, ik kan het er wel afhalen. Maar het is juist handiger om aan jullie te laten zien. Kijk, dan heb ik hem even erop geplakt. En dan haal ik hem er gewoon vanaf. Zo. Heb je dit model pas gemaakt, Anne? Ja, nou, ik heb het echt al een heel tijd teruggemaakt. En toen dacht ik, oh, kan ik eigenlijk ook wel eens doen. Maar ik heb gewoon maten gebruikt die ik op dit moment leuk vond. Dus het kan wat wisselen. Ik zat er even aan te denken of ik dan op het witte kaartje wat hierop komt, of ik daar nog een randmalletje achter ga doen. Op zich zou dat wel heel leuk zijn, maar die heb ik niet klaargelegd. Ik ga heel even spieken als jullie dat goed vinden. Want eigenlijk is dat misschien wel leuk. Het is alleen zo, ik heb natuurlijk bij Jema hebben we heel veel van die leuke randmallen. Maar ze zijn niet allemaal heel handig om gedeeltelijk te gebruiken. Bij de een komt dat wat mooier uit dan bij de ander. Dus ik ga eventjes spieken. Moet ik heel even kijken, want ik heb er één in mijn hoofd. Maar die had ik meegenomen zaterdag. Anders wordt het toch een andere. Ik denk dat. Kijk. Oh, ze zijn er een beetje afgevallen. Ik heb eventjes die van de Feelings of Freedom erbij gepakt. En denk dat deze, dat ik die op zich wel gedeeltelijk kan gebruiken. Dus we gaan die gewoon even uitstansen. Dan moet ik dat dan nog wel eventjes doen. Want het is op zich wel leuk om deze hier nog achter te gebruiken. Ja, dit gaat wel goed komen. En nou hebben we bij de nieuwe lijn ook weer zo'n mixed paper pad zitten. Waarvan die effe kleurtjes tussen zitten. Ik pak het blokje er even bij. Deze. Dat is JMA VDMPP 140. En deze donkere kleur, die wil ik daar nu bij gebruiken voor mijn borderrandje. En dan ga ik hem gewoon eventjes door mijn kleine machientje heen stansen. En dan ga ik hem daarna op maat maken. Dus dan gaan we wel even een keertje wiebelen. Ik zie dat Linda af en toe de reacties niet kan zien. Ja, helaas kan ik daar op dit moment niet zoveel aan doen. Ik had van de week maandag, was dat met de live ook al. Toen ben ik maar even opnieuw begonnen, omdat heel veel van jullie geen verbinding hadden. Terwijl ik gewoon zelf hartstikke verbinding had. Dus ja, ik denk niet dat dat aan mijn verbinding had gelegen. Maar ik dacht, ja, we kunnen maar beter even opnieuw beginnen. Dus ik denk dat het... Oh, ik wiebel wel even hoor. Ja, wiebel ze. Dat gaat niet zonder te wiebelen. Kijk, dit is toch mooi. Ja, helemaal leuk. Ik denk dat dat een leuke combinatie is. Dan heb ik zoveel randmalletjes en dan heb ik er echt specifiek één in mijn hoofd. Herkennen jullie dat? Kijk. Even kijken. Dan gaan we even kijken. Dan hou ik hem er even
Ik denk dat ik hem een stukje langer nog moet maken. Zo kan hij ook, maar dan komt hij net niet helemaal mooi uit. En ik weet niet of... volgens mij hebben jullie het al wel vaker gezien. Hè? Wat ik dan doe is dat ik hem overlap. Dus ik leg hem weer een stukje verder neer. Dan schuif ik hem op. En je kunt aan de achterkant nog beter zien of jij je stans goed hebt neergelegd. Ik hang er misschien even een beetje voor. En dan plak ik hem even af. En dan snij ik, of dan stans ik het begin niet door. Dat hij daar dan zeg maar niet opnieuw dat bochtje maakt. Oh, gelukkig Linda. Fijn dat er verder geen problemen zijn. Dat is fijn. Je hebt gelijk even schoof. Wacht, we pakken gewoon even een nieuw stukje. Ik dacht het al gebeuren. Oh, ging dat bij jou mis? Ik pak gewoon even een nieuw strookje. Dan maak ik hem gewoon iets langer. Dat kan ik even. Nou, zie Martine, ik ben wel blij dat er bij jou zaterdag ook niet alles dan in één keer goed ging. Nou, weet je wat het is? Dat zullen jullie ook wel herkennen. Als je dan met anderen iets probeert te maken terwijl je aan het kletsen bent. Ja, ze zeggen dat we allemaal dingen tegelijk kunnen, hè? Maar ik ben daar gewoon echt niet zo'n held in. Ik vind het heel lastig dat jullie zo draaien. Ik ga hem heel even op het bureau achter mij zetten. Worden jullie zo wagenziek of zeeziek? Zo. Dat is beter. Nou, helemaal leuk. Dan ga ik even kijken hoe ver ik hem nodig heb. Ik denk dat hij nou goed is qua lengte. Ja. Je zag hem binnenvliegen, die snap ik niet helemaal. Kijk, wat ik dan altijd wel jammer vind, is dat hij daar net niet helemaal mooi uitkomt. Maar we gaan daar nog wel allemaal bloemen op plakken. Dus ik kan wel een nieuwe stansen, maar dat heeft niet zoveel zin, want dat zien we duidelijk toch niet meer. Dus ik laat dat. Dan heb ik liever dat hij... Kijk, je zou ervoor kunnen kiezen om dat dan al bij de kant te doen. Maar deze zie je dadelijk niet meer. Dus dan gaan we dat zo laten. Nou, die ga ik eventjes met een klein beetje lijm vastmaken. En ik had nog een hele leuke ontdekking. Ik ben helemaal fan van die postzegels en tickets van Fortuna Market. En we waren... Even een beetje aan het nadenken van, goh, welke kleur zou daarbij passen? Daar had ik het vorige week al met iets over gehad. Want online vind ik het soms altijd moeilijk om te kunnen zien hoe de kleur echt, ja, in het echt eruit ziet. En nu blijkt dat bij deze papierlijn zowel de plum als de blossom er super leuk bij past. Dus dat wil ik jullie straks even laten zien. Want dat zie je... Nu gewoon wat makkelijker dan dat je vanaf de webshop gaat kijken. Nou, ik heb voor de verandering vandaag... Kijk, deze komt eigenlijk hier. Hartstikke leuk. Ik leg die even aan de kant. Ik heb voor de verandering vandaag gekozen voor gesso randjes.
Nu ga ik met 2 matlagen werken. En ik heb alle maten hier opgeschreven. Dus ik zal die straks ook in mijn bericht zetten. Maar mocht je meteen mee willen doen of willen meeschrijven, dan kan dat. Het eerste laagje designpapier, wat ik hier nu aan de achterkant ga plakken, die is 16,2 hoog bij 11,2 breed. Want ik heb overal 4 tiende eraf gehaald, zodat je nog een klein randje van jouw kartstok ziet. Dus deze ga ik er eerst op plakken. Nou vertelde ik net dat ik die tijdelijke tape erop had gedaan. Dat is die groene roller. En deze van IZ Dots. Ik zal je nog wel even linken. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar die geeft een beetje van die bolletjes. Als je daar nu met je vinger overheen gaat, dan veeg je dat er gewoon weer helemaal vanaf. Nu ga ik dat ook lijmen, dus had ik niet per se gehoeven. Maar je kunt dus op die manier, bijvoorbeeld als jij een album maakt en even een plaatje wilt plakken op een bepaalde hoogte, maar je kunt hem nog niet echt helemaal vastlijmen omdat je er nog een foto-acte wilt verwerken, dan vind ik dit echt super handig. En zeker nu ook met die luis. Dan kun je van tevoren toch even kijken of de kleuren mooi bij elkaar uitkomen. Daarom had ik dat nu even gedaan. En die ga ik als eerst even plakken. Dus overal die roze papiertjes. Ik vond het wel leuk als er toch iets van een motiefje zat. Zo. Zijn jullie nog op de hobbykamer geweest de afgelopen dagen? Nog iets leuks gemaakt? Jullie hebben wel echt massaal voorbeelden en creaties geplaatst. Dus dat vinden we super leuk. Ik hoop dat jullie dat helemaal blijven doen. Ik moet ook zeggen dat het daardoor wel erg leuk is om op zondag, voor zondag, weer zo'n Crafter of the Week uit te zoeken. Want dan kan ik al die creaties helemaal leuk gaan bekijken. Echt heel leuk om te zien. Ik ben even aan het kijken wat jullie zeggen. Over Gabber. Wie is Gabber? Is dat een huisdier? Geen idee. Herkenbaar, Erika. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat net al heb gedaan. De bedden verschoond. Ik doe dat ook altijd op woensdag, want anders dan vergeet ik het. Als ik niet vergeten niet, maar ik moet dat gewoon op een vaste dag doen. Dat werkt voor mij het fijnst. Komt ook omdat Jul dan naar de gastouder is en die slaapt nog 's middags, dus dan is de woensdag praktisch. Zo. Goed, dat heb ik als eerst gedaan. Nou heb ik alleen de achterkant nog. En op de achterkant had ik deze bedacht. En die heeft natuurlijk ook weer dezelfde afmeting. Dus ik ga dadelijk nog een keer alle maatjes even achter elkaar noemen. Dat is het meest praktische, denk ik. Zo, dus dit stuk designpapier is 11,6 breed bij 16,6 hoog. Dat geldt ook voor deze. Deze die zijn 5,6 breed bij 16,6 hoog uiteraard. En die heb je 1, 2, 3, 4 keer nodig. En dan hebben we nog een kleinere laag die ik daar bovenop ga doen. En die heb ik weer 1/4 kleiner gemaakt. Dus deze kleine strookjes zijn dan 5,2 breed bij 16,2 hoog. En deze, die
op het grotere stuk komen. Die zijn dan 11,2 breed bij 16,2 hoog ook. Dus ik heb eigenlijk elke keer 0,4 kleiner gedaan. Lekker, en steeds ben ik verder, zeg ik niks, Rianne. Dan is Rianne, ja maatje, ja, dat klopt, ja. Ik zat er even aan te denken om vandaag mijn ATC te gaan maken in de live. Maar toen dacht ik, ja, ik weet niet zo goed of jij dat leuk vindt als jij al ziet dat ik ze live ga maken. Dus dat was even een twijfeltje. Dus, dan mag jij nu kiezen. Vind je het leuk als ik dat in een live doe of vind je het leuker als het een verrassing is? Dan hebben we nog dat stukje waar ik dus die randmal aan heb gemaakt. Die komt bovenop. Daar was het kartstokpapiertje 9 bij 15. En deze die heb ik dan dus 8,6 bij 14,6 gemaakt. Nou, die plakken we daar weer op. Ik ben vandaag helemaal in de roze tinten. Is dat niet heel verrassend, denk ik. Maar ik heb ook wel wat in de paarstinten al gemaakt. Dus dat komt zeker ook van bod. Of aan bod. En ik ga hier nog een laagje designpapier dan vervolgens opplakken. En die is dus weer ietsjes kleiner. Zo. En ik dacht, hier vind ik het wel leuk als daar dat bruinige kleurtje in terugkomt. En op dat papier, ja, ik vind dat heel grappig. Het lijkt wel echt alsof dat kant erop ligt. Het is gewoon achtergrond. Maar ik vind dat wel een heel leuke effect geven. Nou, gaan we hier ook even al die strookjes eraan doen. Oh, nu zijn mijn draadjes aan mijn duidelijke tape geplakt. Zo. En voor hierboven had ik bedacht om daar dan ook dat bruine te doen. Maar misschien kunnen we het wel aanpassen. Die strookjes die zijn allemaal even groot natuurlijk. Namelijk 5,2 bij 16,2. En die randmal komt daar natuurlijk nog op. En ik denk als je daar de roze op doet dat het een beetje wegvalt. Ja. Dus we gaan het doen zoals ik het in mijn hoofd had. We zijn flexibel hè. Soms veranderen we gewoon wat. Ik zet zeker de maten in het bericht. En de live kun je natuurlijk altijd terugkijken. Hè? Kijk. Zo. Nou heb ik er hier eentje. Dit is een gedeelte waar dus zo'n bloempot aan zit. Die wil ik dan wel, ik denk aan de achterkant, ja, want er komt geen vervolg aan. Dus dan vind ik het wel handig als hij dan niet naast een ander papiertje zit, want dan klopt het niet meer. Dan doen we die aan deze kant. Deze is voor de binnenkant. Even kijken, dan had ik nog meer strookjes, als het goed is. Deze komt op de achterkant. Het is wel heel wat geplakken, hè, als je allemaal kleine matlaagjes wilt. Daarom dacht ik, ik ga het maar gewoon eens even vast allemaal snijden. Dan kunnen we hem lekker afmaken. Moet ik alleen eventjes nadenken waar ik die andere stukjes nou heb neergelegd. Ik mis er nog één voor hier. Ik mis dit stukje nog. En deze is voor deze binnenkant. En wat ik dan doe, zo, is even kijken hoe ik
op welke hoogte ik dit wil. Want nu met mijn randmannetje komt hij natuurlijk net ietsjes anders uit. Ik wil dat er ongeveer overal eenzelfde ruimte doorheen zit. Nou. Dan heb ik daar nog mijn tijdelijke tape achter zitten. En dan ga ik even kijken, want ik had dit op maat gesneden. Ja, dan plakken we deze aan de linkerkant. Want ik vind het wel leuk als je je kaart open doet, dat ook dat stukje mooi van designpapier is voorzien. Is natuurlijk niet verplicht, maar lekker doen wat je zelf mooi vindt. Goedemorgen voor degenen die nog binnenkomen. Hartstikke gezellig. Nou, en hier kies ik ervoor om een rustiger papiertje op de voorgrond te doen. Kijk. Zo. Dat is dat. Dan moet ik heel even spieken waar ik die andere twee stukjes heb gelaten. En anders snijden we daar even een ander stukje voor. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ik die al weer had opgeruimd en had gedacht dat dat over was. Het krijgt al wel meteen vorm, hè, als je zo je designpapier op hebt. Voor degenen die nog binnenkomen, ik zal hem even zo neerzetten. Dan zie je een beetje hoe het modelletje wordt. Alleen de voorkant zit nog niet vast. Oh. Zo. Even spieken. Ik neus heel eventjes bij mijn envelop waar ik al aangebroken papiertjes in heb zitten. Want ik vind het zonder om elke keer een nieuw velletje te pakken. Maar dan moet hij natuurlijk wel een beetje qua kleur erbij passen. Even kijken. Ja, die past wel. Even kijken. Ik heb ook alles beplakt op mijn kaart. Gelukkig hoeft het niet op te doen. Ja, het wordt zo duur. Of dik bedoel ik eigenlijk. Het wordt heel snel zwaar als je de verschillende laagjes designpapier hebt. Even kijken. Ik ga dus nog even een stukje snijden van 16,2 hoog. Nou, dit bewaar ik gewoon voor dingetjes die ik nog wil stansen. En we maken hem 11,2 breed. Want het is mijn tweede designpapierlaagje. Ja, je kan daar wel mooi bovenop. Dat is wel leuk. En zeker dit motiefje hier met het huis. Het weerspiegelt ook helemaal in het water hieronder. Zie je dat? Echt mooi hoe ze dat kunnen maken, hè? Dat vind ik wel leuk als die dan aan de binnenkant komt. Want ik vind het eigenlijk zonde om daar heel veel overheen te doen. Maar dan zien we wel die bloemen nog er bovenuit komen. En dan heb ik voor deze kant ook nog één stukje nodig. En dan spiek ik even of ik daar nog een stukje... Nee, dit velletje, daar gaan we hem niet meer uit kunnen halen. Dat is jammer. Dat is wat, hè. Je hebt altijd... Hebben jullie dat ook? Dat je een aantal favoriete papiertjes hebt en favoriete designs. Maar dan ben je daar natuurlijk ook weer het snelst doorheen. Want anders doe ik die gewoon rustig. Nou, paars wil ik nu even niet, want het moet wel passend zijn. Ja, over die binnenkant ga ik nog even nadenken. Dat kan ik na de live nog wel even bekijken. Deze gaan we nog wel even wat randjes gesso geven, want dat heb ik overal gedaan. Dus dat gaan we nu ook doen.
Ik weet niet wat je bedoelt, Linda. Met wat niet meer normaal is. Eerlijk gezegd. Nou, ik doe dit eventjes met een sponsje de gesso aanbrengen. En dan doe ik ook meteen even een aantal plaatjes van gesso voorzien. Want dan vind ik het wel leuk als daar ook een randje op komt. Zo, die komt eigenlijk daarop. En dan had ik het volgende al klaargelegd. Misschien gaan we het gebruiken en misschien pakken we toch andere plaatjes. Maar deze die komen allemaal uit het grote en kleine knipvel. Die kleine knipvellen zitten in dat Mixed Media blok die ik net liet zien. En het grote knipvel zit in het scrap papier set. Of blok moet ik eigenlijk zeggen, want het is dit keer een blok. Het is gelijmd. Vind ik zelf heel handig. Dat je niet meer van die losse vellen hebt. Natuurlijk heb je af en toe iets wat toch los gaat. Maar... Oh, de portokosten. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik zag pas... Voorheen was het zo, als je in de PostNL-app keek, dan zag je zeg maar gewoon per stap was één postzegel. Dus dan wilde ik daarop kijken aan de hand van mijn gewicht hoeveel postzegels erop moesten. En dat deed ik nu dus ook. Dus ik keek naar mijn gewicht en toen dacht ik, oh, dan is het 1, 2, 3 postzegels. Maar dat is helemaal niet waar. Ze gaan van 1, 2 naar meteen 4 postzegels. Dus... Er is zeg maar een hele stap qua gewicht overgeslagen nu. Kijk, dit is de reden waarom ik gisteren al de gesso had gedaan. Omdat ik anders helemaal onder zit. Maar dat had ik gisteren trouwens helemaal niet. Dat komt omdat ik nu met van die hele kleine plaatjes bezig ben. Ik werk normaal ook wel veel met die postzegelcodes als ik iets wil opsturen. Alleen, ik had nog postzegels. Onder andere de kinderpostzegels. Dus toen dacht ik, ja, dan gaan we die natuurlijk eerst gebruiken. Alleen, dan weet ik, voorheen wist ik echt uit mijn hoofd welk gewicht bij hoeveel postzegels hoorde. En dat weet ik nu niet meer. Zo, maar goed. Toch vind ik dat echte post ontvangen nog wel steeds hartstikke leuk is. Het is toch hartstikke leuk als je iets in de brievenbus hebt. Gewoon leuke post ontvangt. Postbode bij ons, ik heb heel lang een sneeuwmail en swapgroep gehad. En de postbode die zei elke keer, oh, ik vind het zo leuk om meer post te bezorgen. Want die post of die enveloppen zijn altijd zo leuk versierd. Dat heeft ze nu niet meer zo vaak. Af en toe. Ik pak heel even een doekje voor mijn handen. Zo. Ja, inderdaad, Tamara. Dan kreeg je inderdaad... Oh, dat had ik ook, ja. Zo wel grappig trouwens. Mijn opa die vond het ook altijd heel leuk om creatief te zijn. En die was op zijn manier gewoon in de kelder altijd creatief. Maar die was elektricien... vroeger. Alleen, als wij surprises moesten maken bijvoorbeeld, nou, dat vond hij helemaal fantastisch. Daar ging hij echt mee helpen. En oma die vond het dan leuk om te helpen met het gedicht. Het was als feestje om dat samen te kunnen doen. En dan mocht ik per opa in de kelder mijn surprise maken. Leuke herinneringen zijn dat. Zo. Nou, toen was ik ook altijd ook graag creatief bezig. Ik vond het heel leuk om dan uitgebreide surprises te maken. Even kijken. Dit papier had alles bij komen, maar dat is echt geen geld. Oh, Stephanie, bedoel jij dat als je geïnvesteerd hebt in...
ja, al dat mooie designpapier, dat het dan, oh, deze heb ik nog niet beïnkt. Haha. Dat dan die postzegels, dat je die er dan wel voor over hebt, omdat je er dan al zoveel werk aan hebt besteed. Bedoel je dat? Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al wat van deze collectie in huis hebben. En zo ja, of nee, mag ook. Wat is dan je favoriete product? Die had ik al wel gedaan. Ja, de rest ook. Heb je een favoriet? Ik zou het eigenlijk niet helemaal weten. Ik vind die stans met die bloemen onwijs leuk. Die gebruik ik heel graag. Sowieso die hele set gebruik ik wel heel graag. De stempeltjes ook. Ja, wat niet. Zo. Deze die zou nu inmiddels wel redelijk droog zijn. Dus die gaan we er mooi opplakken. En dan gaan we lekker aan de opbouw beginnen. Dat is denk ik het leukste om naar te kijken. Maar goed, ik heb mij laten vertellen dat gewoon kijken naar dit opplakken en zo ook wel leuk is. Maar ja, dat kunnen jullie natuurlijk allemaal wel, hè. Ik vind het altijd zo mooi om te zien hoe dat dan ontstaat. Hè? Deze ga ik nog heel even over nadenken. Want volgens mij moet ik ergens nog een restje hebben waar dit papier in zit. En dan vind ik dat wel mooi samen. Dus dat ga ik na de live heel eventjes naar zoeken. En anders iets wat erbij past. Zou zo trouwens ook nog niet misstaan. Ja, is ook leuk hoor, om er steeds post te ontvangen. Nou, en als jullie meedoen met de ATC-swap, dan ontvang je binnenkort ook gezellig post. En hier hebben we er dus ook nog eentje. Die ga ik straks even bekijken. Nou, wat ga ik doen? Ik ga aan deze kant even een lijm doen. En ik had het zo gedaan dat hier een stukje van designpapier overlapt. Dus dan weet je tot waar je moet gaan lijmen. Kijk, deze plakken we hier op. En dan doen we hem even open om te kijken of die hier recht zit. Ja, dan zit hij wel. Kijk, en dan zit hij hier ook mooi. En dat vind ik dus handig van bijvoorbeeld die tape. Maar ook om aan de binnenkant eerst je designpapier te plakken hoe je hem mooi vindt. Want dan weet je precies tot waar je hem weer moet plakken aan de voorkant. Is toch wel leuk met dat rondmalletje, hè? Kijk, en nou wilde ik eigenlijk aan de linkerkant, dus precies waar die randmal eindigt, daar wil ik deze bloemen gaan verwerken. En vandaar dat ik zei, nou dan laten we de mal zo, want anders dan moeten we extra papier stansen, terwijl we dat stukje niet meer zien. Dat is ook zo zonde. Nou, dan gaan we eens even kijken. Je kunt hem dus niet hier iets gaan plakken. Ja, wel op het bovenste stukje, maar niet hier gaan overlappen. Hè? Want dit moet natuurlijk gewoon vrij blijven. Even kijken wat jullie allemaal zeggen hoor. Ah, dankjewel Marja. Superleuk om te lezen. De kaart is 12 breed. En 17 hoog. Ik vind deze kleurtjes ook wel heel mooi. Dat is een beetje, ja, lastig om te omschrijven. Het is echt dat, een beetje tussen heel donker, roze, bedoel, richting paars in. Wordt het hier heel onduidelijk van. Nou had ik van de week, buiten Lint, ook nog nieuw parelspray gekocht. En kijk nou, deze kleur staat daar ook wel heel tof bij. Dus daar gaan we even één stripje gewoon afhalen.
gaan we er zo bij gebruiken. Ik doe heel eventjes mijn lijmpistool vast aanzetten. Dan kan die vast warm worden. En wat zat ik nou nog meer te denken? De postzegeltjes, die ging ik jullie nog laten zien. Kijk, deze lichte kleur is de Blossom en dit is de Plum. Moet je eens kijken hoe tof dit erbij staat. Dat is echt exact die kleur die in die bloemen zit. Kijk, ik zal die bloem er even een beetje bij leggen. Dus die past er echt heel goed bij. Ik zal straks ook even een foto plaatsen met die postzegeltjes erbij. En die Plum, en dan heb ik bijvoorbeeld over deze tickets, dat licht roze, en de postzegels trouwens ook, die passen er dus ook weer heel mooi bij. Dus het ligt een beetje aan of je richting het donker wil of juist richting het licht. Dat zijn echt wel kleurtjes die heel goed bij de lijn matchen. Dus echt, echt super mooi. En de parelspray, ja, daar komt natuurlijk weer helemaal overheen qua kleur. Ik denk dat ik hem een beetje zo gebogen achter wil gaan doen dadelijk. Even kijken hoor. Deze pareltjes, die gekleurde, die zijn wel dikker dan die ivoor en die witte. Ik zal zo even verschil proberen te laten zien. Ja, dit is wel leuk. Misschien dat ik het wel in twee stukjes doe. Dan knip ik hem hier in het midden af. Zo. Nou, doen we daar parelspray achter. Dan pakken we even wat van die postzegels en tickets. En nu ik ze heb, wil ik ze ook gebruiken. Hè? Ik kan er zo blij van worden als iets dan helemaal matcht qua kleur. Dat is toch leuk? Nou, zo ga ik altijd een beetje schuiven. En op een gegeven moment ga ik gewoon plakken. Want tijdens het plakken denk ik wel, oh, dat kan nog leuk daar. En dat kan nog leuk daar. Even kijken. Dit is gewoon even een voorproefje. En dan hebben we nog ons leuke lint. En hemkoord. Ik denk dat ik dan wel voor de roze ga. En dan ga ik iets voor de fellere roze. En dan ga ik even proberen of ik het strikje... Ik weet alleen niet meer wie dat nou gevraagd heeft. Anneke zegt... Ja, dat is leuk hè, dat die parelspray in meerdere kleuren is. Wat ik doe, zeker als ik een los strikje wil maken, dus op de achtergrond, is eerst een lusje maken. Dan doe ik aan de andere kant ook een lusje maken. Dan leg ik die op elkaar. Hou ik hem hier met mijn wijsvinger vast. Dan doe ik daar onderdoor. En dan trek ik ze aan. En dan haal ik mijn duim hier doorheen. Dus dan heb ik in ieder lusje heb ik een duim zitten. En op die manier ga ik ze een beetje aantrekken. Kijk, dan mijn strikje. Zo doe ik het. Was dat een beetje te zien? Want dat is natuurlijk de vraag. Ik zal het met hemkoord nog een keertje doen. Maar ik denk dat je het met hemkoord nog een beetje moeilijker kan zien dan met lint. Oh, Patricia was dat. Dus ik maak een lusje. Ik maak aan de andere kant nog een lusje. Dan leg ik die over elkaar heen. Draai ik die door de opening heen. En dan doe ik in allebei de lusjes een duim. Dan kan ik hem ook nog een beetje schuiven. Kijk, nu wil ik hem een beetje meer de andere kant op. En dan trek ik hem strak, wou ik zeggen. Thank you.
Zo. Maar Janine doet het volgens mij weer anders. Dus er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Volgens mij was Martine ook aan het kijken. Die maakt ook wel vaak strikjes op haar creaties. Oké, we gaan gewoon van start. Ik heb mijn lijmpistool. Ik ga mijn lijmpistool gewoon hier een heel klein dotje lijm opdoen op mijn kaart. En dan pak ik dat parelspray. Nou, doe ik hier even een stukje in. Dan draai ik hem. En dan doe ik daar het andere stukje. Oh. Nou, dan moet je dus natuurlijk niet je lijm gaan vasthouden. Hè? Dat snappen jullie. En op zich, hè, je gaat je plaatjes er nog overheen plakken. Deze, die wil niet helemaal zo krullen als dat ik wil. Ik denk dat het wel lukt. Zo, nou doen we hier even een stukje lijm op. En dan doe ik mijn strikje er overheen plakken. Dus dan gaat hij dadelijk wel vast hechten. Zo. Nou, die sliertjes die kun je er natuurlijk gewoon vanaf halen. Yvette, nou zie ik voor de twee, iedere keer twee oren die ik wil. Ja, nou, het is wat hè Marleen. Het gekke is, die vliegjes die komen elke keer als ik de live aanzet. Alsof ze denken, zo, ik ga weer meedoen. Misschien dat ik er nog wel eentje wil. Ik ga even een ander stukje van dat parelspray nog pakken. Maak ik hem ietsjes groter. Even kijken of ik zo. Ik las net iemand, was dat Stephanie? Iemand die zei vingers aandoen. Maar ja, ik probeer eigenlijk altijd de lijm niet aan te raken. Dus dan ga ik hem net daarboven vasthouden. Ja, inderdaad. Het zal het zijn als het vliegje daarop gaat zitten. Hè? Zo, dat is die. Nou, dan gaan we eventjes dat hemkoord pakken, want dat wil ik er vervolgens op doen. Als ik nog weet waar ik mijn strikje heb gelaten. Ik hou ondertussen heel even mijn parelspray vast. Dan moet ik zo even zoeken. Dan moeten we even zoeken. Zo, nou zit hij mooi vast. Even kijken, waar hadden we dat kleine stukje hemkoord neergelegd? Hij zal vast op de grond liggen. Ja. Als ik hem niet kan vinden. Kijk, gaan we die er weer opmaken. En zeker met deze dingen, dan kan het prima een heel klein drupje lijm zijn. Hè? Want je gaat er toch nog van alles overheen plakken. Zo. Ik vind dat wel leuk als het dan een beetje zo speels is. Dus dat het dan net zichtbaar is. Nou, die hoeft van mij niet eens per se. Ja, deze vind ik leuker.
Even kijken, dan gaan we hem iets naar beneden doen. En dan ga ik hem hier gewoon afknippen. Gaan we die tickets hier achter doen. Ja, inderdaad, Janine die had het vliegje ook, hè? Ook al een aantal keer achter elkaar. Zo. Dit is best leuk, denk ik. Ik weet alleen niet of ik het te druk vind worden. Ik vind toch deze kleur mooier. Ja, we gaan die gewoon in gedeeltes doen. Ben ik heel even aan het denken wat ik hier nog op ga doen. Of ik nog die onderkant van die bloempot, zeg maar, waar we hebben afgeknipt, of ik die nog een randje gesso ga geven. Want als we daar helemaal overheen gaan doen, dan heeft dat natuurlijk niet zoveel zin. Kijk. Nee, dat hoeft dus niet. Nou, hier doe ik alleen maar een beetje lijm in het midden, dat die wat hoger ligt. Maar dat ik er nog wel van alles onder kan schuiven. Nou, dan kunnen we ook de tickets doen. Die tickets die doe ik alleen maar aan de onderkant een stukje lijm. Dat die aan de bovenkant gewoon nog los liggen. En mocht je nou willen dat die postzegels of tickets echt een beetje bol staan, dan kun je dat juist met het lijmpistool wat lijm opdoen en laten drogen. Want dan is het natuurlijk hard. Dan gaat hij wat niet meer plat staan. Zo. Nou, dan komt daar een blaadje. En ons bloemetje. Die willen we niet. Weg ermee. Zo, deze vind ik ook leuk, maar die vind ik leuk op de achtergrond. Mia, ik gebruik die van Fase en deze die kun je er onderuit schuiven, maar je zit er in, ja, je schuift hem er zeg maar aan, dus ik heb hem er gewoon altijd aan vastzitten. Ik vind hem heel fijn. Ik heb ook die van Sizzix, die is er niet meer. Het voordeel daarvan is dat die een heel dun puntje heeft, maar daar zit niet standaard een bodem aan vast. Even te kijken of ik hem voor kan laten zien. Kijk, deze heeft echt een heel smal puntje. Alleen, wat ik niet handig... Je hebt zo'n houder waar je hem gewoon zo in kan leggen. Maar deze weer niet handig vindt, is dat... Kijk, zo blijft hij niet goed staan. Ondanks dat hij dit heeft, maar dan zit de stekker in de weg. Maar deze, dat witte voetje, dat kun je er dus gewoon zo afschuiven. Zo, nou, ik ga nog even over nadenken wat ik daar nog meer bij wil. Maar je hebt ook van die leuke cirkeltjes in het knipvel zitten. En ik vind het wel leuk om die bijvoorbeeld gewoon hierboven te plakken. Dan heb je net heel subtiel een rondje. Graag gedaan. Het is alleen maar fijn als jullie vragen stellen.
dan zeg ik, als je bepaalde producten hebt waar je een keer nieuwsgierig naar bent, hoe werkt het nou? Laat het vooral weten. De Crafters Companion, die heeft trouwens bijna een soortgelijk lijmpistool. Kijk. Dat is hij tot nu toe. Ik ga hem heel eventjes voor nu zo laten. Ik ga er nog even over nadenken. Er komt sowieso nog een tekst op. En misschien dat ik hier en daar nog wel iets ga aanpassen hier. Maar daar gaan we nog even over nadenken. Je kunt hem dus gewoon neerzetten. En je kunt hem ook gewoon, nou ja, plat versturen. Het ligt er natuurlijk aan hoe bol en hoe vol je op de kaart zelf werkt. En nou hebben we dus dit design ook gewoon aan de binnenkant. Dus dat vind ik wel heel leuk. En dit is natuurlijk gewoon weer wat rustiger. Wat je ook nog zou kunnen doen, en dat leek mij ook nog wel leuk. Dat gaan we binnenkort maar eens doen. Om hier een opening in je papier te maken, waardoor je daar nog een labeltje achter kan stoppen. Dus ideeën genoeg. Ik ga weer wat uitwerken voor jullie. Deze die ga ik uiteraard nog even afmaken. En die komt dan nog op de groep te staan. Ik hoop dat jullie het tot nu toe in ieder geval leuk vonden om mee te kijken. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Leuk als je het modelletje ook weer gaat maken. Ik zal straks wel even de maat erin zetten. En ik wens jullie een hele fijne woensdag. Dankjewel en in ieder geval tot volgende week woensdag weer. 4:30. Dankjewel!